Our music career started back in 2011, at a local club where we live. We were given the opportunity to perform our first club show there, and it became our residency and the starting point for our career. This club was the core of everything that we were going to experience. During this period, we came across our former manager, Michel. He brought us in contact with Spinning Records, and this was the first serious opportunity that we had on production level. We experienced so many great things during this period, doing studio sessions with established artists and playing our first international show. But most importantly, witnessing our fan base grow. We met Herman Young, our manager, in 2016. We've talked a lot about music and where we wanted to go music-wise. During this period, we were lost in the music industry, and Herman Young helped us to get us back on track. At the end of 2017, there were 8 different songs ready to release, and that's where everything really started. We were in contact with Ed from X-Tone. We sent our tracks and he told us that he wanted to check these songs with Axwell. I was a bit confused. You know, when the first time when you hear their sound, it's a real experience. I think I waited a week before I sent it to Axe, and but Axe emailed me back in 10 minutes and said, "What the fuck is this? This is insane." Yeah, he was hyped. Every artist I've ever spoken to has mentioned Magnificence as being one of the upcoming acts. The boys felt the pressure after that first EP, as all artists do. You know, there's that kind of expectation and pressure to get the same support, if not more, bigger records out there. And they had their dark times, but it's just so exciting and inspiring to see them pull through and make bigger and better records every time. Ed called us, and he told us that Axel was so hyped about the songs that we sent. He wanted to sign all 8 songs. Nothing better than the taste of a new final. On Sunday, the 25th of March 2018, Swedish House Mafia performed at Ultra Music Festival and played 2 of our songs. We knew that from this point on, everything was about to change for us. Op een gegeven moment kreeg ik een video doorgestuurd. En die video, en ze van, nou jongens, ze hebben Fire gedraaid. Natuurlijk helemaal gek, vol met de tranen zijn over de wangen gerold, puur geluk. Ik heb daar niet zo van kunnen genieten, omdat ik alleen maar voelde, ja, maar er moet weer wat nieuws komen. Weet je, oh, ja kut, ik draai het nu wel, maar ja, we moeten verder dit verhaal. Dus ik was eigenlijk vanaf het moment dat het succes werd, ik denk dat die weken na al, dat ik dacht van, ja, dus kut. Nou, hoop ik nu, zeg maar. En dat werd op een gegeven moment wel een strijd, denk ik. En die strijd werd, zeg maar, steeds eenzamer of zo. Omdat ik ook niet de antwoorden om me heen kon halen, zeg maar, wat we zouden moeten doen. Dat was gewoon een strijd wat ik zelf moest voeren, denk ik. Omdat ik degene was die dan dat creëerde ook, zeg maar. Dus ja, dat voelde wel heel eenzaam en toen... Toen zijn we naar ADE, heb ik in het ziekenhuis gelegen. Heb ik een klaplong gekregen, ik denk door alle stress. En toen lag ik een maand bijna in het ziekenhuis. En het zag er eerst niet zo kleurrijk uit. Dus ik met 1 long moest leven en... Nooit meer kunnen toeren. Nooit meer kunnen toeren of vliegen, dat het niet meer mocht. Ja, en ik weet nog, je moet revalideren, weet je wel. Dus daar, maar ik weet niet, ik had mentaal ook zo'n klap van gehad. En ik, eigenlijk het enige wat ik aan het doen was toen ik in bed lag in het ziekenhuis, was alleen maar denken, kon niet meer goed, mijn carrière is naar de maan, kan ophouden. En waarom doe ik dit nog, zeg maar. Dat is, eigenlijk ben ik een soort van depressie gekomen. En dan toch blijven gaan. En ik weet nog,
de arts zei tegen mij, ja, je mag na 3 maanden of zo moet je herstellen, zoiets. Dan ben je weer oké. Maar ik was volgens mij 2 weken thuis van het ziekenhuis. En ik was nog helemaal wond hier en alles. En ik kon niet recht lopen. Maar ik dacht van ja, ik ga echt niet wachten. Ik ga naar de studio. Doei. Dus toen naar de studio gaan. Ja, natuurlijk fucking domme keuze. En eigenlijk zat van alleen maar in mijn eigen hok gezeten. In mijn eigen spiraal. Die alleen maar naar beneden ging. En alleen maar naar kutten werd, zeg maar. En alleen maar als een druk voelde. En ja, waarschijnlijk heb ik dat ook geprojecteerd op jou. We did our first EP on X-Tone, with Cobra, Fire, and Out of My Mind. This was the first moment people experienced the new sound that represents how we experience magnificence. After the first release, we also released Drop It Low on Revealed Recordings, and Closer on Stamped. During the releases in 2018, we were getting more gigs every month. This was the first time that we truly experienced how touring life is. To be able to travel around the world, meeting fans, being on the road as 2 best friends. That's the true reason why we started this journey. Alle zorgen konden we loslaten. Er was maar 1 focus en dat was de show. En voor de rest stomme horen, want dat konden we het allerbeste. Lekker eten. Eten deden we ook graag. Roomservice deden we ook graag. Maar ja, we deden ook alles samen, dat was ook leuk. Op de meeste shows, mensen hebben het idee bij van, nou, hey, je bent DJ, oké, je komt dus op veel plekken. Dan zul je ook veel van de wereld zien. Nou, dat valt dus vies tegen, no. Dat is helemaal niet zo. Je ziet het vliegveld, ik heb heel veel mooie hotelkamers gezien, dat wel. Ja. Maar ik heb heel weinig van het land gezien. 2019 and the beginning of 2020 felt like the year where everything came together. We did a commercial for Peugeot. Because of our release, I'm Boring the Future. We play on Tomorrowland, Creamfields, VH1, Supersonic, and lots of other amazing shows. These were the shows where we used to dream of when we started back in 2011 in that local club. We did multiple songs on Musical Freedom, and we did our second EP on X-Tone. It's amazing to look back at these years, full of experience and memories. But behind all the beautiful things that we have experienced, there was also a negative side that has taken its toll. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel moeilijk om erover na te denken of zo. Ja, snap ik. Tja, nou ja. En, maar ik vind het ook moeilijk om voor te stellen, zeg maar. Zeg maar dat je het niet meer samen doet. Nee. En, ja, ik weet niet. Dat vind ik wel. Nog steeds wel pittig hoor, als ik erover nadenk. Ja, snap ik wel. Maar is ook iets waar jij je weg in gaat vinden. Ja, gewoon wel goed. We sluiten hierbij nu een hoofdstuk af. In dit geval kies ik ervoor om een andere kant op te gaan. Ik wil niet zeggen dat ik op de achtergrond betrokken zal blijven bij Magnificent. Ik zal het altijd blijven volgen. Ik zal me altijd voor de rest van mijn leven Magnificent blijven voelen. Alleen zal dat misschien niet naar buiten zo getreden worden. Maar het betekent natuurlijk niet dat het iets is wat ik voor de rest van mijn leven meedraag. Er valt een last, zeg maar, denk ik, voor ons beiden wel weg. Voor de ene ook wel, ja, ik denk voor ook alweer een belemmering is geweest, weet je wel. Dat je allebei al zijn eigen struggles hebben gehad. En ik vind het heel mooi als je zo van kan zeggen tegen elkaar van, ja, onze vriendschap is eigenlijk veel belangrijker. En dat blijkt zich ook als je beste vriend tegen je zegt, nou, weet je, kies daarvoor en ik wens je alle geluk toe, zeg maar. En ja. Dus ik denk alleen maar dat het vanaf dat moment, als je zo'n zegen krijgt, dat het alleen maar beter gaat worden. Dus dat je daardoor nog meer of sneller of meer geïnspireerd wordt. Omdat je weet dat het goed zit of zo. Ik denk dat ik er juist heel veel zin in heb, zeg maar, om nu gewoon verder te gaan. En om wat nog mooiers van te maken, zeg maar. The stories that we have built throughout the years will be something that we will carry with us for the rest of our lives.
These stories will be told to our grandchildren. We want to thank every one of you that was a part of the last 10 years of our career. From this point on, a new chapter starts, and I'm excited about the future. I'll continue Magnificence, and I can't wait to see everyone back on tour again. See you soon. Much love.